Nou, allereerst welkom en hartstikke leuk dat ik deze samenwerksessie mag organiseren. Ik hoop dat het ook bijdraagt natuurlijk, dat is wel de bedoeling. De opstart hebben we net gehad. We gaan het volgende doen. We gaan even een polletje doen van waar denk je aan bij informatievaardigheden, bij het woord informatievaardigheden. Ik ga wat theorie bespreken. Ik had een heel verhaal, maar gelukkig heeft Maarten Wallet mij geholpen om de boel een beetje wat compacter te krijgen. Dan heb ik een samenwerkopdracht in breakout rooms, waarbij we dus met z'n allen ook gaan nadenken over hoe je informatievaardigheden kan stimuleren bij onze studenten. Dan gaan we de uitkomsten van de opdracht bespreken en dan is de afsluiting. Dus jij moet even kijken of we een uurtje nodig hebben. Misschien zijn we in 3 kwartier klaar, kan ook. Ik denk niet dat het veel langer duurt. Ik moet klikken. Ja, even de leerdoelen. Dat is misschien ook wel leuk. Wat je doet bij mijn studenten ook altijd. Wat ga je vandaag leren, hopelijk? Nou, wat informatievaardigheden zijn. Waarom informatievaardigheden belangrijk zijn. En hoe je ze kan inzetten voor je vak. En hoe je snel en makkelijk breakout rooms kan maken in Teams. Dat ga je natuurlijk ook leren vandaag. Maar ik ga even verder mijn eigen aanleiding ook om. Ja, voor de interesse in informatievaardigheden. Ja, ik geef zelf het vak burgerschap, maar ik geef ook de modules. Ik ben daarnaast SLB'er, dus ik heb ook veel gesprekken met studenten en ook over het nieuws natuurlijk, net als jullie ook. En wat mij opviel is dat studenten wel de knoppenkennis hebben. Ze zijn normaal handig met hun mobieltje en ze kunnen dingen snel vinden. Maar ze zijn niet vaardig om informatie goed op te zoeken. Ze kunnen eigenlijk informatie heel moeilijk opzoeken. En dat is op zich wel een probleem, want ja, we hebben met behoorlijk wat informatiestromen natuurlijk te maken. En die dwingen ons ook om steeds kritischer met informatie om te gaan. Ja, en hoe goed zijn we ook zelf, weet je, in het filteren van de gewenste informatie of gewenste bronnen. Ja, daar heb je gewoon best wel wat vaardigheden voor nodig. En ik had ook zoiets van, ja, nu met dat nepnieuws en de complottheorieën. Ja, je merkt gewoon dat studenten steeds slechter geïnformeerd zijn of onbetrouwbare bronnen aangrijpen om een mening te geven. Dat je gewoon denkt, nou, dat klopt gewoon niet. Dus ik zag het eigenlijk overal terug. Dus dat soort van, ja, de werkstukken, verslagen en modules zag ik dat dus dat informatie of gewoon overgenomen was van internet, dat niet klopte. En dat tegelijkertijd die online informatie en de betrouwbaarheid ervan, dat die steeds belangrijker wordt. Ja, en die informatie is natuurlijk super belangrijk, want informatie die betekenis krijgt, is eigenlijk kennis. Wij geven als docenten geven wij informatie. En die studenten moeten daar wat iets mee doen met die informatie. En dat wordt dan uiteindelijk kennis. Nou, ik weet natuurlijk heel veel filosofische theorieën op. Die zijn daarover, over wat kennis natuurlijk daadwerkelijk is. Maar in ieder geval, informatie is belangrijk voor het verwerven van kennis. Nou, daarnaast ben ik lid van het Practoraat Media Wijsheid. En doe ik experimenten en onderzoeken. En heb ik even ook gekeken onder de docenten van business. Van ja, is er behoefte aan ja, bepaalde ja, technieken om die informatievaardigheden te vergroten. En kan ik bijvoorbeeld een best practice maken, bijvoorbeeld een module waarin informatievaardigheden worden gestimuleerd. Nou goed, heel mondvol. Ja, ik ben op een gegeven moment gaan zoeken natuurlijk naar de definitie van wat zijn nou informatievaardigheden. En ik kom bijvoorbeeld bij Nieuws in de Klas, die zegt, nou ja, informatievaardigheden, je bent informatievaardig als je gewoon je gezonde verstand gebruikt en als je checkt of een bericht geloofwaardig is. Of ja, als een bericht ongeloofwaardig is, dan is dat soms ook gewoon zo. Je moet kritisch blijven nadenken bij het verzamelen van informatie. En ze geven dan wel bepaalde tips van lees bijvoorbeeld het hele bericht en niet alleen de titel. Kijk waar het artikel vandaan komt. Nou, allemaal dat soort tips. Maar ik was eigenlijk op zoek van, nou, wat is nou een goede definitie van informatievaardigheden en hoe zou je die nou kunnen stimuleren, die vaardigheden? Nou, wat ik al heel snel achterkwam is dat er niet echt een eenduidige definitie dus is. Informatievaardigheid, computervaardigheid, mediawijsheid, digitale vaardigheden. Nou, het wordt allemaal door elkaar gebruikt en het heeft allemaal wel een soort van dezelfde betekenis en het heeft heel veel overlap en dat is mij allemaal niet duidelijk. Toen kwam ik op de American Library Association. Zij zijn de grootste non-profit organisatie en houden zich dus bezig internationaal met bibliotheken en bibliotheekonderwijs. En zij zeggen dat informatievaardige mensen, die hebben eigenlijk geleerd hoe ze moeten leren. En dit weten ze omdat deze informatievaardige mensen weten hoe kennis geordend is, hoe ze informatie kunnen zoeken en hoe ze de gevonden informatie zo kunnen gebruiken dat andere mensen daarvan kunnen leren.
Nou, dan gaat het nog over kritisch, een bepaalde kritische houding, hebben ze het over. Dat informatievaardige mensen hebben een bepaalde kritische houding. En met die kritische houding kunnen ze dus informatieproblemen oplossen. En dat zeggen ook een aantal Nederlandse hoogleraren. En bijvoorbeeld Saskia Brandt-Gruwel, die is hoogleraar op de Open Universiteit, onderwijskunde. En die zegt ook van, ja, je bent informatievaardig als je een kritische houding hebt tegenover de media. Nou, ik kwam al vrij snel op Kennisnet en SLO ook terecht. Die geven vaak hele praktische tips en hele praktische ook definities, hè, van onderwijsproblemen. En ja, SLO zegt eigenlijk gewoon van, ja, wat informatievaardigheden zijn, is het scherp kunnen formuleren van informatie uit bronnen. En het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken en verwijzen van relevante informatie. En deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. Toen dacht ik van, ha, dat is nou echt een mooie definitie. Nou, ze zijn dus onderdeel van digitale geletterdheid en de 21ste eeuwse vaardigheden van Kennisnet en SLO. Maar dus informatievaardigheden, de definitie die ik dan gebruikt heb, is dus de vaardigheden die je nodig hebt om informatie te zoeken, te selecteren, te beoordelen, te verwerken, te presenteren en te evalueren. Nou, dat zijn er nogal wat. En ik heb wel een mooi filmpje nog tussendoor van Saskia Brandt-Gruwel, die dus vertelt wat er gebeurt als je, zeg maar die vaardigheden dus mist. Dus daar gaan we even naar kijken, 2 minuutjes. Kijk, je hebt verschillende soorten opdrachten die je kunt, verschillende soorten informatie die je zoekt. Op het moment dat je feiten zoekt, bijvoorbeeld wanneer gaat mijn trein of wanneer komt een vliegtuig aan, wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dat soort feitjes zijn meestal wel makkelijk te vinden voor mensen en dat is ook niet problematisch. Het wordt meer problematisch als opdrachten complexer zijn. Dus als je werkstukken moet schrijven of voor schoolse taken moet doen en informatie moet verzamelen. Waarbij je meer informatie nodig hebt dan een feit, laat maar zeggen, en informatie moet combineren, dan wordt het ingewikkelder. Van hoe betrouwbaar is informatie? En is het wat ik op de ene site lees, is dat hetzelfde als op de andere site? Dus hoe vergelijk ik zaken met elkaar? Is het wel up-to-date? Wie is hier eigenlijk de schrijver van die informatie? Of welke organisatie zit er achter een site? Dat zijn eigenlijk toch best wel lastige vraagstukken. En dat blijkt ook uit ons onderzoek. Dat zijn dingen waar studenten en leerlingen vaak toch moeite mee hebben om daar goede keuzes te maken. En zeker als je meer informatie nodig hebt, hoe bewaar je ook informatie? Ja, daarvan, je vindt iets, hoe sla je iets op? En die denken van, oh ja, dat heb ik net ook gelezen. En dan op die backknop drukken om te kijken, kan ik het nog weer terugvinden? Dus hoe organiseer je dan ook de informatie? Maar hoe zorg je ook dat je bijvoorbeeld de goede vraag formuleert? Want dat is ook heel belangrijk. Want als je een veel te brede vraag hebt, vind je veel te veel informatie en you get lost, zullen we maar zeggen. Maar als je te specifiek doet, is ook de vraag, vind je de goede informatie? Dus goede vragen formuleren voor wat je moet weten. En uiteindelijk ook goed beoordelen die informatie. En af en toe bij jezelf nadenken van, heb ik het nu? Moet ik mijn zoekvragen toch nog aanpassen? Heb ik de goede zoektermen gebruikt? Dus dat hele proces, dat luistert vrij nauw, want dat kan op verschillende plekken misgaan. En dat is voor leerlingen vaak best lastig. Ja, dat is inderdaad best lastig. Dus ik dacht van, nou, ik ga eens kijken wat de docenten daarvan van vinden. Van hoe het gesteld is met de informatievaardigheden bij studenten. Ik had natuurlijk ook de docenten een kort enquêtje kunnen sturen, maar dacht de docenten. En het is op zich wel grappig met jullie te delen, want in ieder geval van mijn collega's, ik heb er 23 ondervraagd. En 50% vindt zichzelf zeer informatievaardig, dus van de docenten. En 50% vindt zich redelijk informatievaardig. En ik heb dan natuurlijk de definitie gebruikt van het zoeken, selecteren, vinden, nou die hele rij. 86% van mijn collega's die vindt de studenten niet informatievaardig. En dan die andere 14% die vindt redelijk informatievaardig tot ook niet heel informatievaardig. Maar in ieder geval 86% zegt echt heel stellig, want ze zijn niet informatievaardig. En toch vindt 91% van mijn collega's wel onwijs belangrijk dat studenten informatievaardig zijn. Dat ze dus die 6 vaardigheden die we net hebben besproken, dat studenten die dus beheersen. En voor hun eigen vak vindt 64% van de docenten het zeer belangrijk. En 36% redelijk. Ik heb het vermoeden dat dat de rekendocenten zijn overigens. Maar goed, kan het ook mis hebben.
Docenten missen ook, in ieder geval 55% van docenten die missen het stimuleren van informatievaardigheden in hun eigen methode of in hun lesmateriaal. Dus ja, ik vond dat wel een interessante uitkomst. Dus ik heb gekeken van ja, hoe kan je nou die informatievaardigheden stimuleren? En wat je eigenlijk ziet, ja, het getal 6 komt de hele tijd terug. Want er zijn dus eigenlijk 6 verschillende activiteiten of stappen die een student doorloopt, als wij een informatieprobleem oplossen. En je hebt dus ook een heel mooi model daarvoor ontwikkeld, dat heet het Big Six model. Dat is door de twee Amerikaanse onderwijzers bedacht. En dat wordt ook gebruikt in Digital Kennisnet en SLO. SLO heeft ook een leerlijn overigens uitgezet over informatievaardigheden en dan wordt dat Big Six model ook gebruikt. Het is specifiek voor het onderwijs ontwikkeld. En je bent eigenlijk volgens de bedenkers informatievaardig als je dus die 6 stappen adequaat kunt uitvoeren. Nou, het is natuurlijk een hartstikke complexe vaardigheid, informatievaardigheden. Dat zagen we net ook al, hè, omdat dat die 6 stappen zijn. En door dus in die 6 stappen in te onder te verdelen, ja, maar hak je het eigenlijk in kleine stukjes. En als ze dan die stappen doorlopen, studenten, ik zal zo het ook laten zien natuurlijk hoe dat eruit ziet. Als ze die stappen doorlopen, ja, dan lossen ze gewoon op een gestructureerde manier een informatieprobleem op. Ja, en het gestructureerd aanpakken van problemen, dat geeft natuurlijk meestal de beste oplossingen. Zoals we allemaal weten. Nou, hoe ziet het Big Six model eruit? Het is wel leuk, want ik heb hem dus na de zomervakantie heb ik de module gegeven aan mijn studenten. Dus ik heb hem doorlopen. Het was een module van 10 weken, waarin dus eigenlijk 6 opdrachten zaten. En dit waren de 6 opdrachten. We gingen eerst een zoekvraag of een informatievraag bepalen. Dus studenten mochten zelf een maatschappelijk probleem bedenken. Een maatschappelijk probleem gebruiken. Dus ik natuurlijk eerst uitleggen wat een maatschappelijk probleem was. Dan gingen ze dus kijken van, wat vind ik interessant? Nou, bijvoorbeeld het verbod op lachgas vind ik interessant. Nou, dus daar gingen ze een informatie over. Dat was een informatievraag van hoe schadelijk is lachgas bijvoorbeeld, of hoe groot is het lachgasprobleem. En dan gingen ze bepaalde zoekstrategieën, gingen ze daar ze hadden een zoekvraag en ze gingen daar zoekstrategieën op loslaten. Dus ze gingen kijken van, welke bronnen kan ik daarvoor gebruiken? Wat zijn goede bronnen om daarvoor te gebruiken? Nou ja, bijvoorbeeld, kan ik beter nos.nl gebruiken of een of andere geschiedenissite van lachgas? Ja, ik weet niet. Ik denk dat NOS misschien handiger is. Maar ook het lokaliseren van de informatie. Dus alle bronnen, zowel online als fysiek. Ja, waar zijn die? Nou, het zijn nu vooral natuurlijk online bronnen. Ik zie echt bijna geen studenten meer die echt informatie uit boeken halen. En binnen deze bronnen kunnen ze daar de gewenste informatie ook vinden. Nou, dan gaan ze aan de slag met het gebruiken van de informatie. Dus ze nemen de informatie eigenlijk tot zich en die informatie halen ze uit de bronnen. En dan komt het verwerken van de informatie. Dus ja, je moet het toch organiseren. Dus maak een lijstje met je bronnen, organiseer dit allemaal. Hoe bruikbaar is een bron? En de gevonden informatie natuurlijk presenteren uiteindelijk. Tenminste, dat gaat om het verwerkingsproces. En bij presenteren kan ook een verslag zijn, maar het kan ook een presentatie in de klas zijn. En uiteindelijk is het een hele belangrijke stap dat je het wel evalueert ook. Van ja, hoe ging dat proces met informatie zoeken? Vond ik het moeilijk? Vond ik het makkelijk? Er komen vaak bij het maken van zo'n werkstuk komen ook heel veel emoties bij kijken. Daar is ook heel veel over geschreven trouwens. Weet je wel, in het begin begin je met een soort angst van, oh jee, kan ik dit probleem wel oplossen? Gaat me dat wel lukken? En dan ben je bronnen aan het zoeken en dan lukt het allemaal niet. Nou ja, we kennen het allemaal wel. En uiteindelijk heb je hopelijk aan het eind van de rit natuurlijk het gevoel van, wauw, ik heb echt een tof werkstuk afgeleverd met gewoon goede bronnen. Of sommige bronnen waren misschien niet zo heel goed, maar dan kan ik dit en dit en dit doen. En dan kun je weer starten bij 1 en dan kun je dat weer zo doorlopen en dan eindig je weer bij 6. Nou, ik heb heel veel gepraat alweer, maar ik had dus een samenwerkopdracht ook bedacht. En dat is even het uitstapje ook naar de breakout rooms. Dit is de opdracht. Dus hoe zou je informatievaardigheden kunnen stimuleren in jouw les? Hoe zorg je als school of campus dat studenten informatievaardiger worden en zie je bijvoorbeeld mogelijkheden om dat Big Six model in je onderwijs te integreren? En welke tools heb je nodig? Dus daar ga je straks in een groepje, ga je daar met je collega's mee over in gesprek. Iedereen moet rond 4 uur weg. Oké. Nou, ik zou zeggen 5 over, tot een kwartiertje, 4:05. Even kijken. Ja, dus de samenwerkopdracht.
En even een uitstapje, hoe maak je die breakout rooms aan tijdens je online les? Want we kunnen sinds een paar maanden kunnen we dus die breakout rooms maken. Ja, ik maak er heel veel gebruik van met mijn studenten. Ik vind het echt superleuk. Deze PowerPoint komt trouwens ook gewoon, die wordt ook weer gedeeld met jullie, dus dan kan je het nog rustig nalezen. Dus het is even een uitstapje. En bij mij ziet het er zo uit. Ik heb hier een. Dus je klikt tijdens je les. Jullie kunnen dat nu natuurlijk niet aanklikken, want jullie zijn geen organisator. Dus als je organisator bent van de les, dan kan je op het bovenstaande icoontje klikken. Dus dat is dat vierkantje met het kleine vierkantje erin. En het is wel veel belangrijk, want het werkt dus alleen met je Teams app op je computer of op je laptop. Dus het werkt niet op je, je kan niet met je iPad of je mobiele telefoon doen. Maar dat is sowieso niet heel fijn om les te geven, dus met je iPad. Nou, dan krijg je dit scherm van aparte vergaderruimte maken. En dan kun je dus kiezen hoeveel ruimtes je nodig hebt. Nou, als je kiest voor automatisch, dan worden deelnemers worden willekeurig in een groepje ingedeeld. En als je handmatig doet, dan ja, deel jij als organisator, dus als leraar deel je dan de groepjes in. Ja, ik doe altijd automatisch, want het gaat lekker snel. Ik kan gewoon zo klikken op en dan komen ze in een vergaderruimte. En dat is ook ja, wel het leukst. Nou, als je daarop hebt geklikt, dan komt het volgende schermpje. Dan zie je rechts dus allemaal vergaderruimtes. Nee, hierin weer hier dan eigenlijk die breakout rooms. In de linker, waar ik de linker cirkels heb gedaan, heb je een uitschuifminuutje. Dan zie je wie er in de kamer aanwezig is. En bij rechts, bij die drie bolletjes, ja, daar heb je nog een uitminuutje van deelnemen aan vergaderruimte. Die is nu hier bij mij, was die zwart, want ik zat in mijn eentje in die vergadering. Maar dan kun je dus deelnemen aan die groepjes. Dus je kan dus als docent kan je dus switchen van groepje naar groepje en kijken hoe het gaat. Dat is hartstikke leuk. Nou, verder kun je de vergaderruimte open of sluiten en de naam wijzigen. Je kan ook een berichtje eruit sturen van over 5 minuten weer terug, bijvoorbeeld. En dus we gaan het gewoon proberen. Ik ga jullie zo in een groepje doen. Dus dit zijn de opdrachten. Nou ja, het gaat er eigenlijk over. De centrale vraag is van, ja, wat kun je ermee met die informatievaardigheden en met dat Big Six model? En ja, wat zou de meerwaarde zijn voor jouw onderwijs en hoe zou je dat op de campus ja, kunnen stimuleren, die informatie? Vaardigheden. Kijk hoor, er zitten 13 personen in. Ik denk nog 12, want José gaat eruit. Ja, 12 zie ik, dus ik doe gewoon 3 per ruimte dan. Dus ik klik nu op ruimte maken. En dan doe ik op start vergaderruimte. En dan gaan jullie erin, komen jullie zo erin. En deze kun je gewoon open laten staan. En ik zie jullie 4:05 weer terug. Dus tot zo en succes. Aan wie mag ik het woord geven? Aan Masha. Masha. Ja, wat hebben wij gezegd? Hadden wij een conclusie? Wij hebben gezegd, denk ik, dat wij inderdaad zien dat onze studenten verpleegkunde niveau 4 niet heel erg informatievaardig zijn. Pien gaf als voorbeeld ook dat zij bijvoorbeeld weigeren om zich te laten vaccineren, omdat ze hun informatie vooral van de sociale media halen en niet degelijke bronnen met pro en con hebben vergeleken. Er was nog een vraag van ja, hoezeer hangt het informatie halen en lezen van bronnen samen met de keuze die je maakt voor je beroep? Als je meer een zorgverlener bent, een doener, is het dan niet zo jouw ding om echt daadwerkelijk informatie goed door te nemen en te willen weten, accuraat? En mijn idee is dat dat heel erg belangrijk is als je verpleegkundige wordt. Want dat als je geen accurate informatie hebt, dat je dan toch verantwoordelijk bent voor mensenlevens. Dat een beetje. En dat het zeer nuttig is om dit goed te oefenen, maar geïntegreerd in de lessen. En dat het ook aan ons docenten is om dat steeds in de kijker te plaatsen en zelf onze bronnen te noemen, met studenten naar bronnen te kijken.
En hen kleine opdrachtjes te geven waarin ze verschillende bronnen leren gebruiken en kennis mee maken. Die ze later dan weer voor opdrachten kunnen gebruiken. Dat een beetje. En eventueel een workshop aan het begin van een opleiding voor die mensen die daar zich heel erg onvaardig voelen. Om een beetje, niet een apart vak, maar wel in workshopvorm. Een workshop, dat is een keuzedeel. Ja. Ja, dus je zou bijvoorbeeld een module dan inderdaad aan de eerste jaars, de eerste 10 weken aan de start van de modules. Van jongens, zo schrijven we een verslag hier op van werkstuk. En zo beoordelen we informatie inderdaad. Ja, wel interessant. Ja, zorg. Komt natuurlijk ook een heel stuk ethiek kijken hè, als je in de zorg werkt. Ja, dat zeg je net ook. Ja, met, als je niet gevaccineerd wil worden, dan is het natuurlijk niet alleen een probleem voor jezelf. Maar ook vooral voor de cliënten waar je mee werkt. En je collega's. Ja, ik schrok. Pien zei dat er dus inderdaad een groep mensen waren die geen hepatitis B vaccinatie wilde. Nou ja, dat is heel simpel. Dan kan je dus niet in zorg werken. Net zo simpel. Ja, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Even kijken, dus groepje 2. Oh ja, Kees van der Poel en Ron en Marielle Langman. Een seconde, Kees. Als ik mag beginnen. Ik heb in mijn hoofd, dat heb ik helemaal niet tegen Kees en Marielle gezegd, maar ik heb de vraag omgedraaid, omdat ik geen docent ben, maar adviseur huisvesting, heb ik de vraag omgedraaid tot hoe kan ik de huisvesting zo organiseren dat informatievaardigheden worden gestimuleerd, dus door de huisvesting. Interessant. Dat is eigenlijk... Ja. En? Ja, precies. Nou ja, we zijn anders mee omgegaan. We hebben echt wel gekeken naar de werkelijke vraag. Maar dat is wel dus mijn, ik noem het maar even, mijn informatievaardige vraag in dit gremium. Dus ik zou zeggen, spam mij maar met antwoorden. Ja, daar moet ik wel even een nachtje over slapen, denk ik. Ik denk wel een beetje. Ja. Marielle had nog wel, die zei van dat ze ooit op de school van de dochter was tegengekomen dat er dan een beetje dat er leuke posters bijvoorbeeld aan de muur hingen. Die gaan over het vakgebied van de opleiding. En die misschien nieuwsgierigheid opwekken. Als er bijvoorbeeld kleine opmerkingen opstaan, waardoor studenten denken, hey, wat zou dat zijn? Of dat ze dat zelf gaan opzoeken. Zo. En dat moet natuurlijk een beetje vers blijven na een jaar. En dan heeft iedereen die poster wel gezien. We hadden nog meer dingetjes gemompeld over dat je... studenten bijvoorbeeld met... En dat is wel heel defensief, hè, dat je ze met anti-plagiaatsoftware... probeert iets verder te duwen, iets verder te nudgen dan alleen de eerste hit in Google. En dat gewoon knippen, plakken, klaar. Maar dat je ze zegt van nou, nee, dit is te veel uit één bron, dit is te eenzijdig. Ga het maar eens opnieuw doen, maar dan met wat een verhaal met wat meer bronnen. En een andere manier zou zijn dat je dat het gaat om een bepaald type vraagstelling of opdracht. Je moet de studenten natuurlijk ook leren om makkelijke vragen op een makkelijke en snelle manier te beantwoorden. Dus het kan helemaal geen kwaad om gelijk de eerste hit uit Google te pakken. Dat moet je ook een keer leren. Maar aan de andere kant, je kan ook door slimme vraagstelling, en dan ik zelf trek al een beetje vergelijk met bijvoorbeeld een pubquiz, dan doen we ze altijd dit vragen te stellen die je dan niet zomaar in Google kan opzoeken. Dan zit de helft van de pub gelijk met de telefoon erbij. Mm-hmm. En dat zou je in een opdracht of een vraagstelling aan de student dat ook kunnen doen. En dan ze daarmee te stimuleren om bijvoorbeeld de rare bronnen te benaderen of verder door te bladeren of bepaalde combinaties te leggen. Uiteindelijk komt er natuurlijk wel op neer dat de student informatievaardigheid komt gewoon tegenwoordig neer op, maar corrigeer me, ik ben geen docent, komt gewoon neer op slim zoeken op internet. En slim zoeken kan heel complex zijn. Hè? Er zijn allerlei onderzoeken die doen niks anders dan Google af. Daar kun je promoveren tegenwoordig. Slim zoeken, dat doen natuurlijk studenten en leerlingen om een reden. En volgens mij is die reden gewoon bottom line stimuleren van de nieuwsgierigheid. Ja, en kijk, dat slim zoeken kun je ze wel in begeleiden door bijvoorbeeld. Je hebt zo'n website synonieme.net. Ja. Nou, typ maar het woord in dat je zoekt en typ die daar maar eens in. Dan komen er weer een aantal woorden die weer hetzelfde betekenis hebben als dat woord. Ja, dan kun je daar weer op zoeken. Dus dat is natuurlijk ook slim zoeken.
Dus ja, er komt heel veel bij kijken inderdaad. Ja, hartstikke interessant, leuk. En vooral ook met huisvesting inderdaad, wel. Ga ik wel over nadenken. Met huisvesting, je moet een goede plek hebben om rustige informatie te kunnen opzoeken. En dat kan ook wel stimulerend zijn. Ja. En ik zie net het woord leerplein langskomen. Nou, dat is typisch hoe noem je dat? Een milieu om rustig te kunnen zoeken. Ja, misschien ook inderdaad pompien, ja. Oké, top. Marielle, Tim en Irene. Nou, Irene is weg volgens mij. Marielle en Tim, aan wie mag ik het woord geven? Daar hebben we nog geen afspraken over gemaakt. Dus Ik laat het deel van voor de lessen over van Tim. En ik zal vast even de toevoeging. Okay. Dat wij dachten van dit is misschien best wel een snelle stap om te gaan van deze vraag naar een oplossing. Zonder de docenten daarin mee te nemen. Want je gaf in een van je eerste slides aan, Bram, dat 50% van de docenten vindt zichzelf zeer vaardig en 50% vindt zichzelf redelijk vaardig. Dus wij dachten, je kunt eigenlijk niet studenten al informatievaardiger maken zonder de docenten mee te nemen. En daar kwam bij dat we dachten, dan moeten we eigenlijk een soort van, niet zozeer een lijst met sites hebben, maar een soort van richtlijnen. Als organisatie, dus organisatie breed, wat verstaan wij onder betrouwbare bronnen? En dat kun je best vaag beschrijven, hè? Dat hoeft dus niet heel concreet te worden. Maar bijvoorbeeld dingen zoals Kees ook zegt, niet alles hoeft in Google. Dus nou ja, dat stukje organisatie breed is dan even mijn aandeel. En dan laat ik de rest aan Tim nu. Dat is goed, dan pak ik hem over. Waar Irene het ook over had, en waar ik het ook wel mee eens ben, is dat informatievaardigheden is natuurlijk onderdeel van een vaardigheden set van skills die de studenten nodig hebben, überhaupt in een opleiding. En wij werken bij Team HTC, ook met een module als eerste bij de start van een opleiding, waarbij de studenten leren om samen te werken. En ik kan me voorstellen dat eigenlijk zo'n introductiemodule, zoals jij die noemt, 10 weken vind ik dan best wel heftig voor informatievaardigheden. Maar ik zou dat dan heel graag gecombineerd zien binnen de beroepscontext, dat ze aan de slag gaan met informatievaardigheden, samenwerken en wellicht nog wat andere vaardigheden bij elkaar. Zodat je bij zo'n startmodule, bij de opleiding eigenlijk een basis meegeeft, een fundament, voor die studenten, wat ook steeds terugkeert in de modules. Want het gaat er juist om dat ze belang inzien van waarom deze vaardigheden steeds getoetst wordt, waarop je daar feedback op krijgt. Dus dat zou dan ook weer in de beoordelingsmodellen van die modules steeds weer terug moeten komen. Dus dat geldt voor heel veel dingen bij elkaar. Dus ik vind het echt ook heel interessant dat je daar een module voor hebt ontwikkeld. Ik ben heel nieuwsgierig naar. Ik hoop ook dat hij binnenkort gewoon in het moduleregister staat, ja. Zodat hij beschikbaar is voor alle andere collega's. Ja. Maar ik denk dat dat inderdaad een hele mooie denkrichting en oplossing is. Maar je kan niet het loskoppelen door alleen maar aan het begin 1 keer te doen en daarna niet meer terug te laten komen. Dus je moet wel ook met elkaar bepalen van dit vinden wij ook belangrijk. En daarbij sluit ook heel mooi aan wat Marielle net zegt. Is van dat de docenten ook goed op de hoogte moeten zijn. Dus geven we ook de organisatie, de docenten, maar ook de studenten bijvoorbeeld een basis mee van dit zijn volgens ons betrouwbare bronnen en met deze reden. En het betekent niet dat je alleen die mag gebruiken of moet gebruiken, maar dat je wel een kader meegeeft. Ja, tuurlijk. Ja, dat is een hele goeie inderdaad. Dat, je kan ook, die module was overigens voor keuze door digitale vaardigheden, dus dat hebben ze 1 uurtje per week. Dus vandaar dat het zo lang uitgesmeerd was. Maar je zou dus, wat je zou kunnen doen is bepaalde eisen inderdaad opstellen van wat is een goede bron. En dan hoef je niet eens te zeggen, nou nos.nl is een goede bron. Maar bijvoorbeeld, zijn er meer dan 3 auteurs die hetzelfde schrijven? Dan is die bron natuurlijk al een stuk betrouwbaarder dan dat 1 iemand die onder de nickname Pietje Puk reageert op geen stijl of zo. Weet je wel? Ja. Ja, precies. Alleen het is wel heel goed om te kijken van ook in de opbouw. Het valt mij op dat studenten in het eerste leerjaar, je kan heel graag willen dat ze uiteindelijk aan het einde van de opleiding daar heel bedreven in zijn.
Maar ook op een hbo en universiteit hebben ze hier echt best wel heel veel moeite mee. Kijk ook hoeveel studenten aan de universiteit met die APA-richtlijnen. Ja. Tegenwoordig heb je daar hele fijne tools voor, maar om dat, je bronvermelding al goed op orde te krijgen. Ja. Laat staan, wanneer is iets een goede bron? Dus ze blijven er altijd wel in leren. En, dus ik denk ook het faciliteren ergens van het meegeven van dit zijn voorbeelden van goede bronnen. Dat dat ook echt wel, zeker hebben dat, dat we gezien die aantal leerjaren ook meegroeien met die studenten erin. Ja. Dat was ook mooi wat jij zei, Tim, net in het werkgroepje. Dat jij dit soms ook gewoon in je opdracht aan studenten al integreert. Dat jij bijvoorbeeld een opdracht geeft en dat je zegt, zoek iets op. Je kunt gebruik maken van CBS of Kamer van Koophandel. Dus je geeft eigenlijk al wat voorbeelden mee van bronnen. Dan ben je het wel aan het richting geven en aan het leiden. Maar dat past heel mooi bij die meer algemene vaardigheden die door de hele opleiding heen lopen. Ja. Ja, en je mag ze in het begin natuurlijk best wel een beetje leiden, lijkt mij. En dan steeds, je kan ze steeds losser laten. En op een gegeven moment moeten ze dus zelf een probleem bedenken en zelf gewoon maar uitzoeken hoe ze dat gaan oplossen. Maar dan wel, en dan hoop je natuurlijk dat die vaardigheid zo ingesleept is. Dat zijn die big six, zeg maar. Ik zit als dat Pien een vraag heeft. Ja, nou, ik dacht ook van, aansluitend op Marielle, van dit is nou eigenlijk iets voor kwaliteitszorg van docenten zelf ook. Als je namelijk als team bekijkt, wat vinden wij nou belangrijke bronnen, dan ben je er als team ook al mee bezig. He, want soms denk ik wel eens, hoe zit het nou bij onszelf? Ja, volgens Bram zijn onderzoek valt dat allemaal nogal mee. Maar ik twijfel daar wel eens aan. En dan denk ik, dan kun je direct koppelen ook aan dat onze strategisch doel kwaliteitszorg. He, dan hoort het eigenlijk bij beroepspraktijkvorm, dus OP7. En dan hoort het bij ED1 en ED3. Ja, ik ga even kinderachtig doen, maar dan hoort het gewoon echt bij kwaliteitszorg. Dan kan je het heel goed in ons. Dat vind ik ook eigenlijk een betere manier van vinkcultuur. Maar dan gaat het echt over inhoudscultuur, zeg maar. Nou, dat punt wou ik even gemaakt hebben. Dus dan wordt het ook levend. Dan is het echt iets van onszelf, ja. Dat is ook zo. En ja, inderdaad, dat onderzoek is dat. Ja, dat is gewoon heel grappig natuurlijk, dat de docenten die vinden dit dan, zeg maar. Die vinden zichzelf dus ontzettend informatievaardig. Terwijl ik was bezig met dit onderzoek en ik dacht, jongen, wat mis ik een hoop informatievaardigheden. Terwijl ik lees wel twee kranten. Dus. Lees jij een krant? Ja, ik lees een krant. Ja, en je weet niet, het is een hele suffe uitdrukking, maar je weet niet wat je niet weet, hè? Nou, dat. Beoordelen we onszelf, dat doet ieder mens, altijd vaardiger dan anderen. Ja. He, dus wat stond er in jouw slide? 86% van de studenten zouden niet vaardig zijn. Niet vaardig vinden ze, echt niet vaardig. Hè? Dus ook niet een beetje vaardig, maar gewoon helemaal niet vaardig. Nee. Vinden de docenten. Ja. Ja. Er is een handje inderdaad, ja. 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 Ja, is het mijne? Ja. Ik wilde daar wel bij aansluiten, bij wat Pien zei en kwaliteitszorg. Als het gaat over hoe het gedragen is in een team, of iets betrouwbare bron is of niet, dat sluit ook wel aan, naar mijn idee, bij evidence-based werken bijvoorbeeld. Dus als docenten onderling of op een thema informatie uitwisselen, doen ze dat vanuit hun persoonlijke opvattingen of puur vanuit hun ervaring, of in hoeverre is dat ook gekoppeld aan inzichten uit de wetenschap. Dus als je, ik heb tijdens mijn masteropleiding ontzettend veel informatievaardigheden opgedaan door een hele eenvoudige workshop. Eén was het, hoe zoek je op een slimme manier naar informatie? En tegelijkertijd gaven docenten heel veel voorzetjes van als je verdieping zoekt, dan raden we je deze bronnen aan, of die films, of die podcasts, of die YouTube filmpjes. Dus dan wist je sowieso al, of je leerde op die manier, na verloop van tijd, kennen waar de docenten je regelmatig naartoe sturen. Dus dan denk je, nou, dat is dan blijkbaar betrouwbaar. En als je daar dan op gaat kijken en doorlezen of in verdiepen, dan leer je vanzelf ook daar weer de bronnen, andere bronnen kennen. En ik vond dat heel fijn, want je kreeg een workshop met wat normen.
Vervolgens heel veel voorzetjes, dus voorbeelden die je kon naleven. En dat gaf al heel veel leerzame momenten. Dus volgens, om maar een bruggetje te maken, Bram, als je het goed vindt, naar het, of was het andere groepje al klaar? Nee, maar een bruggetje hoor. Een bruggetje naar het groepje waar Geke, Otman en ik in zaten. Nou, wij hebben niet zozeer wel een beetje je vragen gevolgd, maar wij zeiden nou, het is in ieder geval heel belangrijk om het bespreekbaar te maken. Een voorzetje geven vonden we ook interessant. Aan de andere kant werd er ook gezegd, ja, het is ook leuk om te ontdekken waar studenten vanuit zichzelf naar zoeken. Zodat boven komt drijven welke bronnen zij raadplegen. En als je dan de kans pakt om die te vergelijken met jouw voorzetje en waar zij zijn, dan kun je daar ook weer normen aan verbinden. Wat maakt nou dat de ene bron betrouwbaar is en de ander niet. Het gevaar daarin vonden we schuilen dat dan je een thema behandelt en het dan ineens over bronnen en betrouwbaarheid gaat. En maar daar had Bram weer een leuke oplossing voor. Hoe zou het zijn als je de Big Six overal zou hangen en dat iedereen voorafgaand aan zijn les even een klein moment parkeert voor dat onderwerp en dan met het lesonderwerp aan de slag gaat. Wij zagen daar wel wat in. En in het vergelijken, het voortdurend vergelijken. Dus het één moment parkeren, voorzetjes geven en vergelijken. Hey, dan gaan we afsluiten. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het echt superleuk om te doen.